een nieuwe video. Wij zijn Mega's Familievlogs en gaan alle funnels laten zien. Yes, we hebben de 150.000 abonnees behaald. Dank jullie wel voor het abonneren op ons kanaal. Maar voordat we deze fanmail video gaan beginnen, waarin we al jullie mooie tekeningen van de afgelopen fanmail en van de laatste afgelopen meet and greet laten zien, gaan we eerst de winnaars bekendmaken. We hebben afgelopen weken 3 winacties gehad, waarvan we 2 winnaars bekend gaan maken. Dit komt omdat 1 winactie voor jullie al wel online is, maar nog niet voor ons. Dus wij weten daar nog geen winnaar van. De eerste 2 winnaars zijn van de theatershow van de Weltrusten Kleine Beer. En de andere winactie is van de Little Tykes, de Swim to Me Puppy. We willen deze winnaars hartelijk feliciteren. Hier komen de winnaars. Veel plezier! En de winnaar van de Weltrusten Kleine Beer is geworden... Kiki Coco! En de winnaar van de Swim to Me Puppy van Little Tykes is geworden... Cooking Bo! Van harte gefeliciteerd, lieve winnaar. Stuur even een mailtje naar danielbellinga@hotmail.com met als onderwerp winnaar van de winactie. En laat even in je mailtje al je gegevens achter. Laat in je mail ook even weten wat ook alweer de reden was waarom je graag de winactie wilde winnen. Zodat we kunnen controleren dat je echt de winnaar bent van deze winactie. Hartelijk gefeliciteerd en we zien graag je mailtje tegemoet. Als eerste gaan we beginnen met de fanmailpost die we hebben gekregen. Dat zijn weer ontzettend veel tekeningen en hele lieve kaartjes die we eventjes gaan bekijken. We hebben uiteraard al jullie kaartjes gelezen en jullie brieven gelezen en teksten gelezen. We krijgen ontzettend veel verzoekjes of we persoonlijke berichtjes willen terugsturen. Maar helaas zijn dit er gewoon te veel om daaraan te beginnen. Hopelijk begrijpen jullie dit, maar we waarderen ontzettend dat jullie zulke mooie dingetjes naar ons opsturen. En zelfs nog een lief berichtje of ook naar je basisschool zouden willen komen. Dat zouden we heel graag willen doen, maar liever op onze landelijke meet and greet. Die we net gisteren hebben gehad, maar die hebben jullie ook al vanochtend gezien. Deze is een kaartje, die is voor Lucilla. Zal ik eens kijken wat erop staat? Ja. Lucilla, ik ben de grootste fan. Groetjes, Brit. Ah, heel mooi. Die is voor jou en er zit een mooi bandje bij. En deze is voor jou. Die kan papa misschien even voorlezen. Luan. Luan, hier staat in. Ik ben je grootste fan. Groetjes van Brit. Ja, heel lief, Brit. Super lief. En nog meer heel veel lieve kaartjes. Met heel veel lieve teksten. Ja, leuk, mooie hè? Teksten met Luan en Lucilla. Mooie letters. Ja, leggen we hier allemaal een stapeltje met. Nee, ik mag het pakken. Jij mag ze erbij neerleggen. Ja. En ook deze nog een heel erg lief kaartje met ontzettend lieve tekst erop. Super lief. En wat ik heel, heel erg leuk vind, hier staat in het Fries. Moest luisteren, die komen uit Friesland. In het Fries zeggen ze, Jimme binnen sa lief. Ja. Dat betekent, jullie zijn lief. Oetmon. Dankjewel Marta voor je kaartje. Marta! Heel erg leuk. Dit is van Marta. Deze is voor Luan met een hele mooie foto erin voor Luan. Kijk, die is voor jou. En we hadden er ook een voor jou. Even kijken waar die is. Deze. Met het visje erop, denk ik. Ja. Kijk, mooi kaartje voor Lucilla. Heel lief. Nog meer hele lieve kaartjes met ontzettend lieve tekstjes erop allemaal. En deze vond ik ook wel heel leuk. Die hebben ze Woezel en Pip gevouwen in een briefje. Kijk, dit is Pip en dit is Woezel. Met een tekening. Ja, dit hebben ze gevouwen. Gevouwen handjes. Creatief hoor, ja, goed vouwen. Nog een mooie Woezel en Pip tekening. En nog meer super lieve kaartjes met allemaal lieve teksten erop. En een fotootje van Hazel. Heel erg leuk. Hazel? Ja, kijk, met een mooie zonnebloem erop. Billy opkomstkaartje. Super lieve tekst er ook in. Deze was ook heel erg lief. En deze ook een kaartje voor Luan. En deze was voor Lucilla. Met een mooie prinses erop. Wow. Kijk, zie, deze was voor jou. Oh, alle lieve berichtjes. En dit zijn allemaal kleine tekeningetjes. Mini tekeningetjes. Ja. Wauw, wat veel kaartjes. Deze is voor Woezel, voor Pip. Deze is voor papa. Voor Daniel. Voor Mara. Voor Luan. Dit is voor Lucilla. En deze is voor de baby. Mama, die lag er ook bij. Kijk, en een mooie kaart met een koe erop. En er staat... Elke ochtend kijk ik jullie vlogs. Zo begint mijn dag goed. Echt super lief. Er zitten ook cadeautjes bij kaartjes. Die heb ik komen zo meteen. Ik heb dat even apart gesplitst. Want anders wist ik niet meer welk kaartje welke cadeautjes erbij horen. Er is ook nog een kaartje wat bij een cadeautje horen. Heel erg dankjewel. Die komen zo meteen in beeld.
Kleine tekeningetjes zijn dit. Ja, dat is ook mooi, hè? Dat is een stapeltje, mama. Hier is ook. Dat is Sophia. Dat kunnen we ze heel mooi opleggen. Prinses Sophia. En Luan. Een stapeltje. Hey, en nu, deze is voor jou, denk ik. Paupertool, ja. Paupertool, ja. Een mooie bloem. Kijk. Die is voor jou. Die, ja, die is vast voor mama, dat denk ik ook. En hier ook hele lieve briefjes met mooie tekeningetjes nog erbij. Kijk, dit is Luan en dit is Lucilla. Kijk, hebben ze jullie getekend. Wat cool. En een lief briefje erbij. En ook een hele mooie tekening met de pennega's. Dit zijn de grote tekeningen. Een kleintje hier. Kijk, en hier ook de pennega's en al onze namen erbij. Die van mij! Ja. Mooi, hè? Oep, we pakken er twee. Deze heet ze. Kijk, deze heet ze. Die ook met allemaal mooie hartjes. Weet je wat ze heet? Nou? Deze. Nee, deze heet ze. Dit meisje heet Lisa. Oh. Kijk, met een fotootje erbij. Deze. Ik dacht dat ze deze heet. Kijk, met mooie hartjes. Hebben ze zelf geschreven. Ik dacht dat ze deze heet. Kijk, en hier allemaal mooie namen getekend. Die van mij. De Roesel en Pip. De Pellinga's. En een heel lieve brief die we al gelezen. Super dankjewel voor jullie lieve woordjes. Echt, dat is zo bijzonder altijd. Die van mij. Die is ook heel mooi. Wow, die hebben ze allemaal cadeautjes opgeplakt. Oh, wow. Mooi, hè? Die gaan we straks bekijken. Kijk, de mooie bandjes van jouw haar. Wow. En deze is voor Luan. Een heel stapeltje met allemaal mooie tekeningen van onze namen. Jullie zijn de hele dag met de Bellingas bezig, zo te zien. Doen jullie het stiekem op school misschien? Onder de les. Dat is Nobilo de video, hoor. Daar zijn we heel benieuwd naar. Een heel lief briefje, dankjewel voor je lieve woordjes. En deze ook super mooi. Deze is van Paulina en van Jolien. En deze is van Britt. Deze is van... Jullie grootste fan, Christy. Oh, van Christy. Oh ja, superleuk. Kijk, ook een hele mooie brief erbij. Die wil ik een hebben. En die komen straks allemaal door beeld. Lieve briefjes erbij. Heel mooi geschreven ook allemaal. Super knap dat jullie het ook allemaal zelf kunnen schrijven. Boezel, Pip en de baby. Lucilla. En Luan. En Para. En Daniel. Ook heel erg lief. Dit was het verzoekje van jouw school. Maar helaas is dat allemaal iets te veel om te kunnen, op te kunnen ingaan. Heel mooi. Ik denk dat dit... Wat zijn mama nou ook weer, Lu? Dat dit van Ecoline is. Ecoline. Is dat van Ecoline gemaakt? Want dat is heel mooi. Heel knap. Mooi, hè? Kijk, de Bellinga's familievloggers. Hashtag familievloggers. Hashtag de Bellinga's van haar fanaccount. Ook super lief. En mooi gedaan. Ook met een mooie foto erbij hier. Kijk, mooie Hoezel en Pip getekend. Echt heel knap. En ook van onze namen. Allemaal onze namen. Nou, pak je maar aan, jongen. En ook heel knap geschreven. Hier een lief briefje aan ons. Dat onze vlogjes zo leuk zijn. Pap, ik wou het doen. Ja. Deze ook heel erg mooi. Met al onze namen. En dit ook heel mooi tekening. Met alle namen van Woesel en Pip erbij. Oh ja, dit is wel super leuk. Dit kan ik me wel herinneren. Haar kwamen we tegen toen we het setje voor de baby gingen inkopen bij de Zara. Die van mij. Ja, die is voor ons allemaal. Heel leuk fotootje. En het riempje. Heel erg leuk riempje. Zal ik zo meteen even laten zien. Super mooi gemaakt. Ja, ook, ja dit is een, dat krijgen we dus ook heel veel. Met de vraag of we handtekeningen hier naar jullie op kunnen sturen. Maar lieve schatjes, als we dat allemaal moeten doen met iedereen, dan zijn we dagen bezig om iedereen een persoonlijke post te sturen. Dus dat, ik hoop dat jullie begrijpen dat dat niet kan, dat het gewoon te veel is. Kom je naar de volgende meet and greet, waarschijnlijk volgend jaar op de YouTube-kanaal. Daar krijg je onze handtekening. Ja, dit is ook een hele mooie, moet je eens kijken. Wauw. Mooi beschreven. Prachtig. En hier met de letters uitgeknipt, Luc, kijk. Dit is ook een super mooie. Kijk, ja, Hoezel en Pip. Die wil ik ook. Hoezel en Pip. Hallo Kitty. Hallo Kitty. Mooi hoor, met een fotootje nog achterop. Super leuk ook fotootjes van jullie te zien. Een handje voor mij. Kijk, dit is een mooie brief met onze foto erop. Heel erg lief, ook lieve woordjes erop. En deze mooie tekening nog met alle namen. Nog meer, nog meer mooie tekening met heel lieve woordjes erbij. Super lief. En ook heel grappig. En heel grappig. Een mooie brief weer erbij. En een mooie tekening. Deze was ook super leuk van Lieke. Heel erg mooi, Lieke. En hier, kusje, kusje, bloem. Heel erg leuk getekend. Kusje, hele kusje, gezin. Bloem. Dit was ook grappig. Uitgeprint hoe je een beer moet tekenen. Waarschijnlijk is het opgevallen dat ik niet altijd goed in tekenen ben. Dus dankjewel.
En dit zijn mooie tekeningen nog om in te kleuren. En ja, nu komen de... cadeautjes! Lieve Bellinga-fans, helaas is er wat fout gegaan tijdens het opnemen van deze Femmel-video. En het beeld is vanaf nu alleen nog maar onscherp. Dit hadden we niet door tijdens het filmen. En we kunnen hier helaas nu niks meer aan doen. Het spijt ons voor het ongemak. Liefst voor ons. En we hebben nog ontzettend veel kleine lieve cadeautjes gekregen. En als eerste heeft er iemand heel veel keukenspulletjes opgestuurd. Er zitten allemaal dingetjes in hier in je keukentje kunnen gebruiken. Nee, leuk, hè? In je winkeltje. Ja. Nee, je keukentje kan ook groen. Kan allebei, ja. Kijk, in een theepoeler. Tomatensoep. Melk. Melk. Balletjes. Er zit geen miskik in hamburger. En voor Woezel en Pip lekkere brokjes. Kijk eens, bordjes. Super lekker. En super lief. Een mooi setje. Kijk eens, kinderen. Mooi broekje. Ja, dat lijkt wel. Wow. Heel erg leuk. Kleertjes, super leuk. Die gaan we zeker even aandoen. Onderin. Allemaal hartjes. Kijk. Meisje. Het is een meisje. Allemaal mooie kaartjes. It's a girl. Super lief. Een heel spelshow van gemaakt. Ja, hartstikke mooi. En een mooi pakje. Dit doe ik nu al, mijn horloge. Ja, en een ei. En we hadden voor de show. En kijk, en dit. Kijk, dit is echt heel leuk. Dit doen we straks ook. Dan gaat hij drummen. Op zijn buik. Kijk, dit is ook een horloge voor jou. Kijk. Nee. Kijk eens. Oh, horloge. Ook een horloge. Superleuk horloge dit. Kijk eens. Doe maar om. Wauw. Kijk eens, wat zie je dan? Kijk eens, wat zeg je dan? Dankjewel. Nu heb ik drie. En kijk eens, hey, allemaal stickers weer. Die is denk ik van Luan, de auto's. En van jou, van Frozen, van Olaf. En lieve knuffeltjes. Oh, en allemaal armbandjes. Nog meer stickertjes. Wauw, deze. Allemaal stickers. Oh, armbandjes. Zo veel, jongens. Pokémon kaartjes. Nog meer voor in je winkeltje en die knuffeltjes. Oh, wat leuk. En dit dan? Oh, die zijn ook mooi. Echt leuk, hoor. Kijk, Hello Kitty. Ja, allemaal mooie armbandjes. En dit? Een smiley die onze buisje slaat. Allemaal stickers, joh. Kijk eens, Lucilla heeft een hele arm vol armbandjes. Wauw. En deze kijk, dan? Een elastiekjes, Lucilla, breng je haar. Hier, dat zijn de kabouters. Oh, en deze is een lippenstift. Hello Kitty lippenstift. Die is leuk. En dit? Wat is dit? Dat is een hoe heet dat ook alweer, die bandjes? Ik weet niet hoe dat heet, jongens. Leuk. Oh, drie kabouters, kijk. Ja, die kabouters. Leuk, hè? We hebben drie kabouters. Luan, Lucilla en ons babymeisje. En pa, wat is dit eigenlijk? Kijk, Lu, Pokémon kaartje. Een bandje. Hé, die heb ik ook op school. Ja. Mooi, hè? Nee, je... Mooie lipjes. Leuk hoor. Zie je, er zijn ook nog kaartjes, die mag je ook nog openmaken. Nou, wat zeggen jullie dan? Dankjewel! Oeh, wat leuk! Stickers! Oh, dat is een kleurvloekje. Oh, ja. Kleurtjes in kleur, dat ja. Zie ik ook. Ja, wat leuk! Superleuk! Vet leuk! Ja, en jij hebt van Frozen. Als je dan gaat tekenen, dan ga je de tekening zien. Dank jullie wel. Kijk, en dan nog eentje. Die is voor jou. En die was voor jou. Hey. Ja. Allemaal sleutelhangers. Leuk, sleutelhangers. Superstoer. En wat heeft Silla? Ik denk ook een sleutelhanger. Wat is dat? Hallo Kitty. Hallo Kitty. Even kijken. Mama, even kijken. Mama. Ik weet niet precies. Volgens mij is die voor Luan aan een kaartje te zien. Maar pak maar uit, dan zien we het vanzelf. Hier, mag jij die? Pak maar uit. Deze kaart. Gefeliciteerd. Oh, kijk eens. Hoera, dochter. Lief kaartje. Super lief. Dankjewel. Hello Pony. Oh, die is voor de baby. Ja, oh, wat leuk. Kijk eens nu. En deze ook een batterijhondje. Oh, kijk. En deze zit het lijkt wel een beetje. Ja, Pieter Konijn. Zie dan, dit is van, even kijken. Hé! Hey. Ah, oh, wat schattig. Kijk eens, hij gaat ook achteruit. Ah, oh, superleuk. Dankjewel. Nu
gaan we naar alle spulletjes wat we hebben gekregen bij de meet and greet. Kijk! Wow. Wat is dit? Dat is een sushi setje. Dat is voor in je restaurant. In je restaurantje. Dat is in de restaurant. Kijk eens jongens. Nu al een sushi restaurant. Ja, dat waren van je winkel. Trolls. Cool hè? Een boekje met stickertjes van trolls voor de hondjes. Nee, poepjes. Een poepen. Hier, probeer. Die gaan we proberen. Ja. Voor de baby. Een prinsessenpoppetje. Ah, heel erg leuk. Wie deed dat? Woezel. Wie deed dat? Is dat Woezel? Deze, kijk eens Sil. Deze is ook superleuk. Kijk eens Sil. Nee, dat is een make-up. En kijk, die kan je ook echt vervangen. Doe nog eens. Van sushi ga je winkjes laten. Ja. Zet hem in. Kan je hier in het spiegeltje kijken? Mama. Ja, kan je hier kijken? Dank jullie wel, hè? Nee, eigenlijk is dat een telefoon. Wat is dit? Dat is een make-up setje. Hé, doe dan. Geld voor in de bank. Nee. Ik wil eentje. Dat doen we als we klaar zijn. Hey, en wat is dit? Een mooie Hello Kitty ring. Voor Daniel staat erop. Waar is voor mij? Farah staat erop. Die van jou, die hadden we net ook. Mama, hier. Die oogjes. Die is van mij. Zo, wat knap, hè? Die ook. Ja, echt deze knap, is voor hoor. Lipjes. Deze die was voor mij. Ja, die was voor jou. Tijdens, en deze, dat is een haaienring. Mag ik die op mijn lippen doen? Ja, dus lippenbalsen. Oh ja, voor met skiën. Nou, niet zo ver, dan plak die af. Kijk hè. Hey, wat? Nu, dit is een haaiering. Dan plak die af. Hè. Kijk. Heel cool. Oh, super cool. Voor het snowboarden. Kijk eens, Luan. Voor het snowboarden. Met de droge lippen. Dat is een haaiering. Ideaal. Die nemen we mee met skiën. Een balletje. Super leuk allemaal. En we hebben nog cadeautjes. We schuiven deze weer even snoepjes. Verder. Ja. Even, dat is echt te gek, jongens. Wat zou hier allemaal in zitten? Mama, mijn cadeautjes mag papa meehelpen. Oké. Dan gaan we het snel. Mama met jou meehelpen, hè? Wauw. Wauw, deze is voor jou, Priscilla. Priscilla, deze is voor jou. Kijk eens. Superleuk. En deze. Leuk, jongens. Dit zijn sokjes. Oh, heel leuk. Dit is echt een hartenjager. Wauw. Ja. Voor de baby! Oh, kijk eens nu al, wat dat is! Voor de baby! Oh, een bijding! Wat is het dan? Wat is het dan? Oh, wat leuk dit, hè? Wow, dus, heel leuk! Robots! Mooie robots! Oh, een Magic Sand! Heel leuk, Magic Sand! Super mooi! En dit, die mag mama openmaken. Deze is voor lieve Luan, staat erop. En voor lieve Lucilla. Nou, papa helpen. En hier nog een ik denk dat dit een soort tekening is. Nee. Stickers! Oh, en een heel mooi rompertje. Dankjewel. Super lief voor de baby. Wow. Wat een rij hier. Mag ik een mooie foto. Oh, die voor ons allemaal, jongens. Ja, stickers. Mooi. Nou, gaan we naar het laatste cadeautje. Daar zijn we open. Wat is ook een boek? Wat is dat? Van Boezelen. Kijk eens, de leukste voorleesverhalen van Moesel en Pip. Mag kijken? Ah, super. Ik ga maar onder voorlezen. Nee, voor Luan en Silla. Kijk, met Tante Perenboom. Zag je Tante Perenboom? Oh, Silla. Heel erg mooi boek, zeg. Dank jullie wel. Oh, mooie muts voor Luan, die hadden we al gezien. Kijk, allemaal mooie spulletjes. Mag ik zo hoor. Oh, ja, die was voor Moesel en Pip. En deze is voor Moesel en Pip. Hey, jongens, deze papegaai komt helemaal uit Bonaire. Die fans waren helemaal uit Bonaire overgevlogen. Kijk, mooie babyschoentjes. En wat is dit? Mooi, een rompertje. Kijk eens, papa. En kleertjes. Gaan we eens even kijken. Oh, babykleertjes. Heel erg leuk. Smile every day staat erop. Heel erg leuk. Helemaal. En een trappelzak. Nee. Oh. Ja, trappelzak. Superleuk, echt. Ja, echt superleuk. Dat heb ik van Jip en Janneke. Die heb ik gekocht. En nog deze. Ja, dat komt goed uit de jongen. Wow. Kijk eens. Wow. Nou, even voor Luan, even voor zelf. En even voor mama. Maar open. Wat zit erin? Hier zijn allemaal kleedjes voor de baby, denk ik. Oh, jongens. Ik heb baby. Oh, wat zit daarin? Oh. En dit? Wat is dit?
Ongelooflijk. Zetjes. En nog een stokje. Oh, kijk, en dit dan. Oh, lief. En een knuffeltje. Schattig. En dit bovenste stukje jij dan. En een rompertje. Het is zo speciaal. Dat jullie al ook net als ons niet kunnen wachten dat ons babymeisje in het gezinnetje komt. Nee. En deze is Priscilla. Wow, wat een vette mooie papiertje. Die is mooi, hè? Wow. Een mooie beker met Hello Kitty erop. Kijk, en een tekening erbij. Kijk, 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 is mama. Mama, ja? 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 Zil. Wow. Zil, kijk. Echt? Zilla, ook een Zilla. Zilla, kijk, wow. Als je deze op deze papier drukt. Ja? Wat gebeurt er dan? Oh! En kijk, en als je hem weer in de wil. Hoe dan? Kijk, dan moet je... Oh ja. En dan, ja. En kijk, en dan, en mam, als je hem weer in wilt. Doe je zo. Hartstikke goed. Moet je gewoon zo doen. Hartstikke super. Leuk. Ja, je wilt meteen drinken. Ja, maar zijn er volgens mij. Hè? Nee jongens, we hebben nou het allerlaatste nog. En we hebben hier nog hartstikke mooie laatste cadeautjes. Een super lief zakje en tasje. Kimberly, heel erg bedankt voor je mooie cadeautjes. We hebben je ontzettend mooie boekje met jouw persoonlijke verhaal gelezen. We waren echt een beetje door ontdaan. Kippenvel zeg maar. En haartjes. Ja, heel veel liefde in jou terug. Vond het super leuk ook om jou in het echt te hebben ontmoet. Ik heb al wel vaker fanmail opgestuurd. En we hebben hier ook nog wat cadeautjes in zitten. We gaan eens even kijken. In een heel mooi tasje. Oh, de Silla, dat is een... Kijk eens. Maak maar open. Ja, ik denk dat het vanmorgen is. Lopen. Maak maar open, dan zien we vanzelf van wie het is. Een heel mooi boekje. Super mooi boekje, dankjewel. Oh, dat is een t-shirtje. Die kan je kleuren. Kijk, een rompertje van de baby. Dat is leuk. Op de vakantie weer gaan kleuren. Ja, maar waar voor de vakantie? Dat nemen we mee naar de bungalow, kijk. Ga je tekenen op een rompertje? Op een rompertje voor de baby. Dat is heel leuk, zeg. Kijk, kijk, er zit een boekje bij wat jullie namen betekenen. Heel lief kaartje, Kimberly. Dankjewel. Kijk dan. Een rompertje, volgens mij heb je die zelf gemaakt. Ja, prachtig. Je zo laten, super. Kijk eens hoe mooi, jongens. Op het kinderkamertje. Oh, Lou, kijk eens, dus ze heeft zelf de rompertje zelf gemaakt. Oh, kijk, dit heeft zij gemaakt. En dan kunnen jullie het zelf ook gaan maken met die. Koningskindjes. Leuk, hè? Ja, we zijn koningskindjes. Wauw, hartstikke wat mooi gedaan, zeg. Kijk eens, pas breekbaar. Op. Breekbaar. Nou, openmaken. Heel voorzichtig. Zou het zijn? Kijk. Heel erg mooi. En we hebben nog ontzettend veel mooie tekeningen van jullie gekregen bij de meet and greet. We zullen er even snel doorheen gaan, want de kinderen zijn moe van al die mooie cadeautjes die ze hebben gekregen. Die van mij! Ja, kijk. Hele mooie baby. Ja, jullie hebben het al wel een beetje gezien toen ze kwamen geven, hè? Ja. Kijk, Lucilla, dit is jouw naam. Hele mooie kaartjes hebben we gekregen. Hele mooie briefjes. Deze is ook leuk. Luan. Luan. Ja, goed zo, jongen. Je kan goed lezen. En super lieve briefjes. Hier, kijk eens. Luan. Mickey Mouse of Minnie Mouse. En een prinses. Super mooi gedaan. Prinses. Ja, hartstikke mooi. En Hello Kitty. En een huisje met Frozen erbij. Was dat Sophia? Ja. Met Paw Patrol tekeningen. Daar is Luan zo gek op, hè, jongen? Ja. En deze met een microfoon en een mooie bloem. En al onze mooie namen. Kijkje. Mooie namen. Nou, ik denk dat we hier wel weer een behaartje voor kunnen maken. Deze hebben we gisteren allemaal gezien bij de meet and greet, maar toch in de video voor jullie. Alsjeblieft, kijk eens, hele lieve tekstjes ook allemaal. Een heel mooi hart gekregen. Ja, dit is een baby. Leuk, hè? Maar wat staat er rond? Lucilla staat daar. Een hele mooie bolletjes tekening. Mooie tekening, super leuk. Allemaal hartjes, heel veel hartjes terug voor jullie. Deze twee voor Luan. Deze, die waren voor jou, Sil. En deze is voor jou, voor Luan. Boezel en Pip tekeningen. Ook super leuk allemaal. Allemaal met onze namen, jongens. Fantastisch. En een mooie ananas, Bellinga tekening. Super lieve teksten erbij. We kunnen hier heel Zwolle mee behangen. Kijk. Heel erg mooi ook gedaan. Deze waren ook echt heel erg mooi. Mooi met de fotootjes erbij. Super mooi. Ook nog heel erg mooie tekeningen. Ik denk dat jullie deze niet heel goed kunnen zien, want dat is met potlood gemaakt. Super lieve brief geschreven. Het is zoveel, jongens. Het is echt mooi allemaal. Kijk, wat mooie handjes van de kindjes. Mooie bellinga's.
Mooi groot huis. En hier hele grote tekeningen. Kijk, Lucilla. Wow. En van Duan, van Farah. Van Daniel. En dit is de allerlaatste, jongens. Wow. Deze mooie tekening. Dankjewel allemaal. Vond je het dan weer een leuke video? Doe even een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal en op ons belletje te klikken. En morgen natuurlijk gewoon weer kijken voor een nieuwe vlog op 7 uur online. Tot de volgende fanmail video. Doei.